toen was het een zondag, 2 februari. Ja, hoe laat is het? Nu net? Kwart voor zes? Kwart voor zes. En we gaan uit... Eten. Waar gaan wij het eten? We gaan samen eten. Ja, samen eten. Maar we hebben dus een nieuwe restaurant getipt gekregen. En van onze grote vriendin. Ja, en ik weet het, ik ben gek. Ik weet het. Het is bijna A13. En kijk eens hoe mooi een gebouw, jongens. Kijk hoe mooi. Hup, hartstikke idee. Kijk. Bij de casino, bij de A13. Ja, tegenover de McDonald's. Kijk. Bij de Hornbach. Tegenover de Hornbach. Dus frisjes. Ja, elektrische auto's. Ja, outfits. Helm. Bleh, koud. Met hier de rot. Kijk. Zo, nou dan gaan we de roltrap nemen. Kijk, zo mooi. Dat is ook de laatste stap. Ga even op je handen kijken, stuk. De knoflooksaus. Ik wist mijn gebakken bij. Slagroom softijs.
zo, het is afgeladen vol. Ah, bij mango banaan. Wat staat er? En dan limoen. Ja, maar het is wel een hele mooie zalm zo. Ja, doe maar. Loop achter je aan. Oh, hier, hier. Hoe vind je het hier? Nou, eten is lekker. Ja. Sfeer is goed. Ja. Ambiance is leuk. Luxe. Ja. De toiletten zijn echt netjes, schoon. Ja. En groot. Ja. En je hebt zo'n gezellig zithoek. Ja, die ga ik zo wel even filmen als het een stukje kleiner, een stukje rustiger is. Want kleiner is het sowieso hier, op dit stukje. Maar het is wel een groot restaurant. Heel groot. We hebben drie, vier locaties om te eten, zeg maar. Ja. En hoe vind je de keuken zelf? Heel erg groot. Als je het moet gaan vergelijken met Gouda en Zoetermeer en hier. Deze staat op 1, Gouda op 2 en Zoetermeer op 3. Ja, dat is mooi. Dat scheelt, hè? Uh-huh. En er zijn leuke lampjes. Die heb je in Zoetermeer wel volgens mij? Nee. Gouda plekken. Ja. En niet de Gouda. De Gouda was nog wel zeker ruimer. Uh-huh. Die is ook wel ruimer. Zoetermeer was erg. Krap, zeg maar. Ja, heel krap. In de keuken. Mm-hmm. En de keuze is hier ook wat groter. Zoals? Je hebt ook pannenkoekjes, wafels heb je opeens, als het allemaal uitkomt. En poffertjes. Ja, en smoothies toch ook? Ja, smoothies ook. Die heb je ook in mango banaan, toch? Die komen ook uit het niet zetten. Je mango banaan en smoothie aardbeien en de standaard smoothies. En cola zero. Die hebben ze ook hier, ja. En dus de keuze aan aanbod is groot. Begrijp ik uit jouw verhaal. Bijzonder groot, ja. Mooi. Dit is mijn eten. Alleen maar garnaaltjes. Dankjewel. Zo. Oké, de kar die jullie nu daar zien staan, die stond dus net eerst hier. Ja. Die is dus hier, vanaf hier verkast naar daar. Slim, toch? Ja.
Ja, omdat er andere mensen er last van hadden. Klaar, over. Ga die kar even wegzetten, want ik heb er last van. Nou, nee.nl. Ik heb er ergens anders zitten. Ja, precies. Meneer Koning. Meneer Koning. Wist je dat nog niet dan? Nee, dat dacht ik. Dat is afgehaald. Hè? Dat is afgehaald. Nee, helaas. Ja, nou, hallo allemaal. Nou, we zitten dus alweer lekker thuis. Ja. Lekker warm. Lekker en bij de dieren. Maar, wij gaan even voor jullie weer terug in de tijd naar zondag 2 februari 2020. Waarom? Nou, dat gaan we jullie dus nu vertellen. Ja. Want? Wij waren bij de Fresh in Leidschenhaven. Mall of Netherlands tegenwoordig. Daar waren we bij Jeroemi, de olijvenbar. Daar sprak Malika, die daar de zaken runt. Die gaf ons een tip van nou, restaurant samen in de buurt van Delft. De Brasserkade 223, inderdaad. Daar kan je ook lekker eten. Het is een luxe aangelegenheid. En ze zegt van, we hebben daar lampionnen. Ja, lampion is een dingetje, maar bedoel ze nou dat er een soort van nissen waren in de eetgelegenheid. Waar je dus gezellig met z'n tweeën in zo'n soort van hokje kon zitten. Zo'n hokje dat is half open en half gesloten. Dus dan zit je gezellig met z'n tweeën zonder eigenlijk last te hebben van andere hardpratende gasten. Je kan lekker gewoon met z'n tweeën babbelen en niemand heeft last van jou. Heel mooi. Ja, klopt. Dus daar zaten we. En hebben we ineens lekker alles tot ons genomen van alles en nog wat. Het was eigenlijk te veel om allemaal te proeven. Ja, klopt. Helemaal. En nou, we hebben daar eens een prima tijd gehad. Ja. Wat nog meer? Nou ja, wat nog meer. Nou ja, wij zijn ook heel vriendelijk geholpen en door een medewerker daar. Dat is een dame. Zij is dus ook al geabonneerd op ons kanaal. Dankjewel. Helemaal top. En toen hebben wij dus ook gelijk met de... Hoor je dat nou? Zo'n manager. Ja, manager gesproken. Ja. Omdat wij dus ook hier in de wijk het buurthulpteam hebben. Ja. Nou, daaruitgaande kijken we dus ook naar AED's. Nou, dus die zagen we dus niet in die hele mooie restaurant. Dus daar ging het eigenlijk om. En met weer een bijzaak dat wij dus vloggen. Dus dat hebben we ook gezegd. Nou, dat vonden ze helemaal top. En zo gezegd, zo gedaan. Vandaag, dus de 14e, ja, zijn we er weer geweest. Ja, heel gezellig. Weer dezelfde manager gesproken. Ja, overigens. Jullie, ja, jullie weer. Ja, we zijn er weer. Nou, oké. Okay. Nou, tafeltje gekregen. Dat was een beetje rumoriger, ja. Niet zo heel fijn om te zitten, zeg maar. Nee, maar Emma, als je van drukte houdt, ja, dan kun je daar gewoon prima zitten. Maar als je zoiets hebt van, nou, ik wil toch wat rust, nou, ga lekker aan de andere kant van het geheel zitten. Ja. Zoals bij de Lampion, ja, helemaal top. Er zijn er maar drie van, dus ik moet opschieten. Ja, maar... Maar goed, ja, het last van de drukte, er was... Een tafel net vlak bij ons, die zat met z'n allen dat veel te praten. Ja, klopt. Een beetje te veel, te hard, te luid. Dus hebben we gevraagd, kunnen we ergens anders zitten? Nou zijn ze meteen op zoek gegaan naar een ander tafeltje. En hoe toevallig, er was weer een lampion beschikbaar. Nou, kom hier weer lekker zitten. Nou, prima. Geen probleem, maar gewoon ergens anders gaan zitten. En ik kwam gewoon ook gelijk lekker tot rust. Dus ja, wil je nou ook lekker uit eten? Bij het restaurant Wereldrestaurant Samen. Het is gewoon een hele aanrader. Eén, waarom het een aanrader is? Eén, er is een hele ruime keuze. Aan eten, drinken, et cetera. Onbeperkt. Ik dacht 2,5 uur. Ja. Kan je eten. Voor iets van bijna 35 euro per persoon. 34,95 of zo. Wil je meer, wil je langer eten, dan kost dat iets extra's. Dus ik dacht 4,50 per half uur ongeveer. Even denken, dan hebben ze naast nog een ruime keus tussen allerlei toetjes, desserts, dranken. Dus ik dacht, even kijken, 2, 3, 4,
6 verschillende soorten smoothies. Ja. Zeg maar de standaard blauw en rode smoothies. Ik weet niet wat het is, aardbeien of iets dergelijks, framboos. Je bedoelt, nee, dat is, ja, dat is, en dat is, en dat is gewoon, ja, dat, en dat is gewoon een slispuppy. Dan hebben we dus de 4 smoothies. Ja. Eén is aardbei, de andere is mango banaan. Ook, die was erg lekker. Dan was er iets met kiwi en komkommer. Kiwi, spinazie en komkommer en nog iets. En nog iets, ook iets groenteachtigs. Ja. Nou, dat, voor mij is dat... Nou ja, maar dat kennen jullie allemaal dat, en dat hebben jullie dus allemaal al gezien. Ja. Maar waar het eigenlijk gewoon om gaat, de ambiance is gewoon heel gezellig. De sfeer daar, ja, het is gewoon onwijs gezellig. Dus heb jij nou zoiets van, hey, ik wil daar eten? Ik zou zeggen, gewoon doen. Het is heel makkelijk te vinden. Het is boven de casino. En de medewerkers al daar is ook gewoon top. Dus wij willen ook een shout-out doen. Dus een groot compliment geven naar de mensen en die daar werken. En wat ook maar heel erg opvalt, dat wc's daar onwijs mooi en groot zijn. Ja. Het is daar gewoon een balzaal. En ook voor de minder valide kan je daar ook komen. Want er is een lift naar boven, er is een minder valide toilet. Alles is gedacht. Dus ben je nou voor over, ik zou zeggen, ga erheen, noem ons naam, sowieso even. Wij proberen wel een samenwerking eruit te krijgen. Dus dat hebben we nog niet. Maar wat ik al zei, ben jij door ons over en je hebt zoiets, nou ik ga het toch proberen, noem even ons naam. Ja. En sowieso heb jij dan nog geen korting, wij ook niet. Maar dan weten ze wel dat je dus... namens ons bent, want ze weten en dat wij vloggen, dus dat komt helemaal goed. Dus wij willen iedereen dus daar sowieso bedanken die daar werken. Hele goede service, heel vriendelijk. De manager, ja toch heet dat? Ja. De manager, je bent een kanjer, dankjewel voor de hele goede zorgen. Ja. En dan zou ik zeggen, geniet van het eten, geniet van jullie werk en tot de volgende keer maar weer. Hey, jongens, doei!